Welkom bij Makkie. Ja, hallo, ik heb hier de cadeaus, maar ik heb ontzettende haast. Dus succes ermee, hoor. Maar Sint, wacht even, ik kom eraan. Vanwaar de haast, Sint? Ja, jongen, het is druk, 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 hè. De tijd van het jaar, je weet wel. Ik heb nog een hele hoop schoenen te vullen. Sint, ik ga u eens laten zien, dat gaat u een hoop tijd besparen. Laat het goed regelen dit jaar. Kom mee. Interessant. Nou, vol verwachting klopt mijn hart. Nou, het is hier gelukkig wat ruimer dan de schoorsteen. Oh, verdorie. Kijk nou eens, Sint. Ik heb hier zo de Makkie app. Dan kunt u makkelijk extra hulp inschakelen. Wat interessant. Zo hebben we de stage Piet, de superflex Piet en de vaste Piet. Nou, geweldig. Wat handig. Ik ga meteen aan de slag. We willen iedereen graag gelijk belonen. Ook de Pieten, zodat ze evenveel strooigoed krijgen. Welke CAO volgt u? CAO? Nou, dat zou ik echt even op moeten zoeken in mijn grote boek, hoor. Ik ben benieuwd. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Oh, nou, dat zal de CAO strooigoed zijn. Ja. Strooigoed? Ja. Oké. Nou, dan gaan we dat invullen, Sint. Oké. Zo, de eerste Piet is er aan de slag. Dat werkt geweldig. Maar de ZZP-Piet, dat werkt dus niet. Ik snap er geen pepernoot van. Nou Sint, ik zal het u uitleggen. ZZP-Piet is volgend jaar op opdrachtbasis beschikbaar. Dus als u volgend jaar naar Spanje gaat, kan hij met u mee. Fantastisch, nou dan heb ik in ieder geval genoeg Piet om het werk uit de handen te nemen. Dat geloof ik zeker. Sint, moet u niet eens aan de slag? Nou, ik zat inderdaad te denken hoe ik iedereen zijn cadeau zou schenken. Maar ja, nu heb ik Makkie, dus hoef ik niet meer met mijn schimmel over de dakkie. Kom op Sint, we gaan.